Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. We mogen door naar wereld 6, omdat we wereld 5 helemaal gecomplete hebben. Want zoals jullie weten, 100% ik alles voordat ik doorga. Deze letter, dat zal vast een foto van Peach zijn. Hoe wist ik het? Oh, wie heeft die foto gemaakt? Dat weten ze dan weer niet, hè? Oeh, sneeuwwereld, want het was erg licht. Oh, een wolkenwereld. Nu moet ik zeggen dat dat niks te maken heeft met wat voor soort levels er zijn, want dat kan altijd van alles zijn. Nu krijgen we weer een waterlevel namelijk. Kijk. En daarom checken we dus altijd de start. Een mini lekje had hij, maar we hebben de volgende rol gehaald. Ik denk dat we erop moeten staan. Ik denk dat hij dat van ons wil. Zou ik erop kunnen? Dat vraag ik me dus af. Mochten we de tweede coin niet hebben, dan zou dat zomaar kunnen. Is hier nog iets wat ik moet pakken van tevoren? Niet dat ik niet te veel skip, dat ik niet moet skippen. Dit is de tweede coin, dat is mooi. Ja, volgens mij skip ik nou. Ja, ik heb wel te veel geskipt. Oh, dat was dus geen goede keus. Oh. Dit gaat verbazingwekkend goed. Oké, gehaald. Alleen geen tanookie zoet meer, dat is een probleem. Oh, kut. Oh. En we hebben... Nee. We hadden natuurlijk dit ding niet gepakt. Oké. Nou, dit is slecht verlopen. Oké. Die pakken we eerst even. Dan gaan we nu kijken wat we hiervan krijgen. Oh. Die vinden we heel fijn. Dit vinden we ook heel fijn. Oké. We pakken eerst die. Nou, niet helemaal wat de bedoeling is. Zo doet hij.
Dit is running. Voor Frodo in. Nice. Nice. Oké, dit level hebben we 100% gecompleet. Oh, top. Nu gaan we naar een piramide. Ben ik erg benieuwd naar. Let's go. Oeh, het ziet er nu al interessant uit. Zeker met die pokepummels. Ik wil eigenlijk iets proberen. Ah, dat werkt niet. Oké. Ik dacht, ik kan er bovenop staan en dan is dat wat. Kijk, tweede coin. Dat was ik al bang voor. Oké, weer een gedeelte van de piramide gekleerd. Hier valt bovenop te staan, heb ik al gezien. Maar ik kan ook gewoon zo doen. Oh, een bal tussen Indiana Jones. Oh, fuck. Ik blijf hier zo een beetje peaceful staan. Dit zo. Oké, nice. Komt dat ding nog terug? Ah, ik had er proberen op moeten staan. Oké. Ik heb hem niet, hè? Nee. Dat is zo vermoeiend, hè. Oké. Jullie weten de drill. Wereld 1-1. We zijn in wereld 1. Voor de 1000ste keer. Want wereld 1. Wie wil dat nou niet meer? Wereld 1 is kut, maar wel heel, heel fijn. Om even van die blaadjes te halen. Blaadjes te halen. Twee blaadjes. Als het even kan. Twee blaadjes. Twee blaadjes. Ik heb twee blaadjes. Want dat is super fijn. Want die twee blaadjes, dan kan ik er zijn. Want die twee blaadjes geven mij het geduld en de mogelijkheid om de vlag te maken. Boop, 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 boop.
Goed, dan gaan we door naar Beerworld 16. De Pyramiding. Let's go. Goed. Die gaat ook nog steeds. Kut. Oké. Eigenlijk is dit maar een heel kort level. Zou er hier verder boven iets anders zijn? Nee, toch? Ik ben bang dat je dan doodgaat, dus dat gaan we niet proberen. Oké, een boehuisje. Huh? Oh, fuck en duck. Zonde van mijn Leafy. Mijn Leafy gaan we proberen niet te gebruiken. Oké, de Pino. Bij degene beland waar ik niet wou zijn, volgens mij. Oh. Oh, we zijn bij een of andere garen 3D. Oh, daar is een coin. Oh, nu is hij opeens boven. Waar is hij nu? Daar is hij nu. Oké, we hebben de coin. Ah, oh, damn it. Oké. Nee. Okay.
Kijk. Oh, die wil ik wel. Oké. Rennen, rennen, rennen. Dat zal het idee zijn geweest, denk ik. Hoppatee, kijk, one hit KO noemen ze dat, of in ieder geval in één keer gehaald. Dus ik ben een blije jongen. Wahoo, een blije jongen. Ik zal hem geluid maken, joh. Shit the fuck up. Oké. Dit is meestal een gratis symfoniekje. Oh. Daar in deze level zijn vooral de coins belangrijk, die hebben we gehaald. Dus dan kunnen we weer verder. Top. Gaan we naar die. Nice. Let's go. Oh jee. Blauw, geel, rood. Kut. Ik dacht net van, oh, ik moet eigenlijk hier op de... Oh, okay, er is wel een blaadje. Eerste coin is binnen. Oh, deze kan ik me nog heel goed herinneren. Daar was ik al bang voor dat dat ging gebeuren, want dat is zo'n kut plek. Holy shit. Zo moeilijk is die, holy shit. Zeker omdat oh, deze niet zo heel goed te richten is namelijk. Daar hebben we het al vaker over gehad. Diepte is heel moeilijk te zien, zeg maar. Hoe kan ik nou elke voorbij zijn? Ik weet het niet.
ik stop nu zelfs voor de coin met A inhouden en dan nog gaat het eroverheen. Maar we blijven het gewoon proberen totdat we hem hebben. Ik bedoel, ja, we hebben genoeg levens. Gaan we weer. Je zit er altijd overheen. Maakt niet uit wanneer je stopt. Als je meteen loslaat, dan ga je er nog overheen. Dan moet ik wel pakken. Het lijkt me handig. Goed, nog een keer. Oké, we hebben hem wel gehaald, dus dat is fijn. En ook in één run, ondanks dat ik een paar keer dood ging, maar dat is wel fijn. We rollen echt door wereld 6 heen, dat is wel fijn. Nog mag ik er mee zitten, dat is niet erg. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je graag bij de volgende aflevering van Super Mario 3D Land. Adios, amigos.